23 bronzen beelden in de gemeente Veghel, waaronder het paard van Ankie van Grunsven in Erp, zijn tijdelijk door de gemeente weggehaald voor onderhoud. Het bedrijf Kunstwacht gaat de bronzen kunstwerken schoonmaken. Het onderhoud houdt in dat de kunstwerken van de sokkel worden gehaald en vervoerd worden naar een atelier voor herstelwerkzaamheden. De beelden worden, nadat ze zijn schoongemaakt, teruggeplaatst. Op de sokkel wordt een bordje geplaatst dat het beeld is verwijderd vanwege het plegen van onderhoud. Dat meldt de gemeente op haar website. Er ontstond wat commotie op Twitter nadat Ankie van Grunsven een tweet verstuurde met de tekst: "Beeld Bonfire is weg. Help!"